Wie heeft er geen idealen? Ik heb er in ieder geval een heleboel. Ik geloof in Nederland. Ik ben zelfs trots op Nederland. Geloof het of niet. Maar ik wil vooral dat we alles en iedereen gebruiken in Nederland om de toekomst voor onze kinderen nog mooier te maken. Door te investeren in een duurzame economie. Door ons onderwijs te verbeteren. Door te zorgen dat de oude mensen die ook geen kant meer op kunnen, goede zorg krijgen. Door briljante en innovatieve ondernemers de ruimte te geven. Dat zijn allemaal zaken die ik heel graag zou zien gebeuren in Nederland. En één ding weet je zeker, als je aan de kant blijft staan of als je de politiek ingaat en je blijft op oppositiebankjes plakken, dan gebeurt het niet vanzelf. Nee, je zult ervoor moeten werken, je zult verantwoordelijkheid moeten nemen, je zult bereid moeten zijn compromissen te sluiten, in een regering te gaan zitten. Dat heeft de Partij van de Arbeid de afgelopen 3 jaar ook vol overtuiging gedaan. En we hebben heel veel voor elkaar gekregen. De schooluitval is gehalveerd, de betaling van leraren is verbeterd, we hebben de laagste werkloosheid van Europa en eigenlijk waren we nog lang niet klaar, maar toen kwam dat ene onderwerp, Oeruzgan, Afghanistan. En als we daar van standpunt zouden zijn veranderd, dan zouden we zoveel geloofwaardigheid zijn kwijtgeraakt dat we ook al die andere goede dingen niet meer geloofwaardig zouden hebben kunnen doen. En dus begint nu een verkiezingscampagne en zijn er straks verkiezingen. En hebben we werkelijk iedereen nodig om een goed resultaat voor de PvdA te boeken. Ook jou. En dat gaat het beste als je lid wordt. Meld je dus aan als lid bij de Partij van de Arbeid. Doe mee. Zorg voor een sterker, slimmer en socialer Nederland. Alvast bedankt voor je aanmelding.